Mocht je denken, wat een waardevolle show. Wat een dierbaar programma. Ik zou een klein beetje willen helpen. Ik zou dit willen ondersteunen. Weet dat ik alle steun heel hard kan gebruiken. Juist nu. Linkjes vind je onder de video naar Patreon en naar Petje Af. En mocht je daar toch aan het zoeken zijn naar knopjes, daar vind je ook de subscribe button. En met de subscribe button krijg je altijd de notificaties van de nieuwe aflevering. Mocht je dat nu nog willen doen, dan kan mijn dank niet groter zijn. Vandaag bespreken wij het lied Anti-Hero van Taylor Swift. Eigenlijk heb ik weinig probleem met de muziek. Hoe vaker ik hem hoor, hoe meer ik denk, oh, het is best wel een lekker nummer of zo. Dus het is echt de tekst waar ik het meeste moeite mee heb. Waar ik meteen over val is de formulering van I have this thing. Ik heb zo'n ding dat ik elke ochtend mijn kussentjes recht leg. Bij haar zit er meteen dat zelfbewustzijn dingetje over. Van waarin ze dus eigenlijk naar zichzelf kijkt met een bepaald soort distantie van kijk mij is het gekke dingetje hebben. In het Engels heb je self-conscious. Dat is ook een vorm van zelfbewust. Ja. Maar dat is heel wat anders dan self-aware. Ja. Weet je wel? En zij zit precies in die self-conscious kant. Dat ze zich de hele tijd een soort van introspectief bewust is van ik heb dit ding. Maar dat is heel wat anders dan self-awareness. Weet je wel? Dat je, de mensen die zelfbewust zijn op een niveau van ik sta er een beetje boven. En dat ding heb ik gewoon. Iemand die dat ooit perfect heeft uitgelegd vind ik is Virginia Woolf. In het boek A Room for One's Own. Zij is dan een vrouwelijke schrijver in een tijd dat redelijk ongebruikelijk was. En zij heeft het dan over hoe je autobiografisch materiaal eigenlijk kan inzetten. Ook voor je observaties, om daar literatuur van te maken. Zij heeft het dan over dat je dat kan doen met een hoofdletter I en een kleinletter I. Dus de I van ik, van zelf, ik ben bewust van mezelf. En zij zegt eigenlijk, dus als die hoofdletter I, als je die gebruikt, soms is die hoofdletter zo groot dat die eigenlijk over je schouder meekijkt. En dan werpt het zoveel schaduw op je papier dat je niet meer goed kan schrijven. Dus je moet je ik, je I, op zo'n manier inzetten. Dat, dus wat je zegt, self-aware, dan moet ik denken aan iemand als Primo Levi. Een van zijn bekendste boeken is dit een mens? Dan zit hij zeg maar in Auschwitz, midden in het meest gruwelijke denkbare. Maar hij speelt het klaar om een hele klare, heldere stijl te hanteren, waardoor hij eigenlijk een soort microcamera wordt in die wereld. Hij zegt ook in een interview van, ja, ik heb helemaal niet alles opgeschreven. Het gaat helemaal niet over wat bijvoorbeeld zijn seksualiteit nog betekent in die situatie. Of hij heeft het ook niet over dat zijn seksuele driften doven daar of zo. Hij is gewoon niet met zijn lichaam op dat level bezig. Hij is niet zelfbewust op zo'n manier dat hij de hele tijd als een micro dingetjes in zijn lichaam registreert en opschrijft. Hij gebruikt zijn lichaam zo als een soort van registratiecamera dat hij dat kan inzetten om een hele heldere, klare, mooie, rijke stijl te creëren. Waardoor je een heel oordeelloos inkijkje krijgt in die holocaust. Dat maakt dat boek zo briljant eigenlijk. En dus dat is die, zoals ik die Virginia Woolf voor me zie, dat is haar kleinletter I, die toch die ik gebruikt als actor, als registrator van dingen. Maar die hoofdletter I, die is eigenlijk heel erg naar binnen gericht. I have this thing is meteen zo die hoofdletter I van, kijk mij eens even dit gekke dingetje hebben of zo, ja. Van, met mijn leven. Als je naar de hele zin kijkt. De Virginia Woolf manier om het op te schrijven is I get older, but just never wiser. Dat zelfbewuste stukje hoeft er helemaal niet bij om het helder te laten zijn. Alsof haar reflex is om te zeggen van kijk mij toch eens ouder worden, maar niet wijzer worden. Wat grappig van mij, hè? Zo, terwijl dat een heel normaal iets is. Als een dichter op leeftijd op dat level transparant over zichzelf is. Van ik word met de dagen ouder, maar ik word maar niet wijzer. En je brengt dat gewoon op een schone, heldere manier. Dan denk je van oh ja, dat is wat we als poëzie zien. Poëzie gaat ook niet over dat je anders of afwijkend bent, maar juist over iets wat universeler is. Wat we allemaal tot op zeker level delen met elkaar. En daarom is denk ik die re-recording van Joni Mitchell's Both Sides Now zo mooi. Dus daar zingt ze eigenlijk haar nummer uit de jaren 60. I've looked at clouds from both sides now, van up and down, and still somehow it's cloud illusion.
zingt ze dan als vrouw eind 50. In 2000 zingt ze die opnieuw. En dan dus met die gedragen, geleefde stem. Dan is al die laconiekheid, jeugdige laconiekheid, is er van af. En er zit een bepaalde waarlijkheid in de manier waarop ze dat zingt. Omdat ze het ook zeg maar, nergens inderdaad het gevoel heeft dat ze moet gaan benoemen of moet gaan verkleinen. En er iets van laconieks van moet maken ofzo. Dit is inderdaad gewoon, dit is haar inzicht nu over het leven. Oké, ik zie nu, I've seen clouds from both sides now. I really don't know clouds at all. Nog steeds als 58-jarige. I've looked at clouds from both sides now. From up and down. And still somehow. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. I get older, but never wiser. Ja, het, is wel, het kan wel een hele treffende zin zijn. Maar inderdaad, je maakt dat compleet tandeloos als je zegt, I have this silly thing. Ik heb dit gekke ding, dat als ik ouder word, dan hou ik van herfstwandelingen in het bos. Ja. Dat is wel mee. Ja. En mijn depressie die je maakt over uren. En als dat gebeurt, dan al de mensen die ik genegeerd heb, wiens WhatsAppjes ik niet beantwoord heb, die staan in één keer voor me in de kamer. Van een soort van jury waar ik verantwoording tegen moet afleggen. En dat is ook, denk ik, weer zo'n heel erg introspectief beeld die in die grote ik zit. Weet je wel, al die mensen, die projecteer je op die grote ik. Dus alle mensen die je kent, staan nu allemaal voor mijn neus, maar te beoordelen op het feit dat ik ze niet beantwoord heb. En dat is natuurlijk ook wel een heel erg kenmerkend onderdeel van depressie. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. In die zin van, ja, als je zo denkt, dan word je natuurlijk ook depressief. Als je maar lang genoeg in die donkere poel water blijft staren, dan ga je dat ook zo zien. Dat is ook een soort van egocentrisme. Dat idee van alle mensen die hebben het de hele tijd over me en mensen die zijn de hele tijd mij aan het bespreken. Als je de hele tijd super self-conscious bent, dat speelt natuurlijk ongelooflijk in op je onzekerheden. Maar als je een soort van self-aware bent, een soort van zelfbewust van hoe je in elkaar zit en hoe jij vaak in die denkpatronen vervalt en gedragspatronen, die zelfbewustzijn kan heel veel rust geven en dat heel erg ontwapenen. Ja. Maar zij zit zeg maar, in dat soort van dat stadium van zelfbewustzijn daarvoor, dat ze alleen maar bezig is met nadenken over zichzelf en wat anderen van haar vinden en dergelijke. Ja, één ding moet ik wel zeggen. We weten natuurlijk niet of dit een autobiografische tekst is. Of dit over haarzelf gaat. Of ze het perspectief van iemand anders bezingt en zo. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik maak nu wel een beeld van gewoon door I have this thing. Daardoor zie ik meteen een soort Taylor Swiftiaans iemand. Als je zeg maar zo'n soort van persoonlijk verhaal wil vertellen, ja, denk ik dat je er als lezer wel van uit mag gaan dat het ook over jezelf gaat. Dat betekent, volgens mij valt of staat dit nummer ook echt bij de premisse dat dit een intimiteit is, een disclosure. Ze heeft enorm veel fans en liefhebbers. En één ding wat me opvalt aan die following is dat mensen heel erg zichzelf erin lezen of heel erg dat iets van zichzelf erin projecteren of erin leggen of iets soort troost erin vinden. Dat vind ik ook een indicatie daarvan. Dat zij dus eigenlijk iets verwoordt voor mensen wat over haar persoonlijke leven gaat en dat dat ook resoneert met mensen. Ja, ze zoekt die intimiteit met haar fans heel bewust op, in die zin. En dat vind ik bij deze vier regels ook al. Het zou raar zijn om over een vriendin te zingen. En dit wordt natuurlijk wel gedaan, maar dan vaak zo van, wat ik dan heel goed voorbeeld vind is van... Van Sweet, ja. Sweet heeft heel veel nummers waarin er een vrouw bezongen wordt vanuit het mannelijke perspectief. Hier slaagt hij er toch heel erg in om in het hoofd van een personage te kruipen die iets met dat zaterdaggevoel moet. Ja, je kunt dat op een hele slimme of een hele elegante manier doen. Maar ik heb niet het idee dat hier gebeurt, dat het te maken heeft met een ander personage. Ik heb het idee dat we hier te maken hebben met dat we in haar beleving zitten. Ja, want in zekere zin is die empathie, om dat te kunnen doen, is natuurlijk eigenlijk de antithese van deze bijna maniacale introspectie. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Dan legt ze terug bij de ander van heel erg op. Men moet mij niet alleen laten. Jij moet ervoor zorgen dat je dus daar zelf mee aan de slag gaat. En dat kun je niet bij ons leggen of zo. Ja, terwijl eigenlijk zou je zeggen, het is juist hartstikke goed als jij leert om alleen te zijn. Ja, inderdaad. Dus je kan niet alleen zijn zonder die mensen te zien in die ruimte. Maar ze moet juist alleen leren zijn. En dan zo ver daarin gaan dat ze die mensen ook niet meer ziet in die ruimte staan. En dan zegt ze...
volgens mij is dat helemaal niet een verhaal zo oud als de tijd. Het is juist een nieuw verhaal. Ja. Het hoort eigenlijk juist bij de soort van... individualisering van, ja, het hoort ja, bij van de moderne tijd. Maatschappij. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. Er worden eigenlijk twee hele nieuwe dingen geïntroduceerd. Ja. Namelijk een jij. En het feit dat zij niet zozeer zelfbewust is en depressief. Maar die haar portretteert als een manipulator van dingen. Dat intrige, dat wekt het idee dat er een bepaalde agency, een bepaalde doelbewustheid zit achter al het voorgaande. Je kunt me eigenlijk niet alleen laten, want dan loopt het helemaal verkeerd af. Maar dat is juist eigenlijk de bedoeling, want dat is onderdeel van mijn soort van scheme. En daardoor ga je straks weg. Ik kan me ook voorstellen dat iemand die ook heel zelfbewust is, die dan nu ter verdediging zou kunnen zeggen zo van, nee, maar dat vind ik juist zo mooi aan Taylor Swift, dat ze zo eerlijk ook daarover is. Yeah. Dat het eigenlijk allemaal een scheme was of zo. Yeah. Dan zou ik toch geneigd zijn om te denken van, ja, maar zo werkt het niet. Want bij liedtekst schrijven, wat ook een vak is wat ik geef, een van de stokpaardjes waar ik altijd naar terugkeer is, een lied gaat over één ding. En bijna altijd als je lied niet werkt, is dat omdat het niet over één ding gaat. Dus ik zou dan in dit geval tegen Taylor Swift kunnen zeggen, als zij in de klas zou zitten, van oké, misschien is dat scheming dan wel een supergoed iets voor dat lied. Maar dan zou ik dus dat willen dat het ene ding van dit lied dat schemen was. En dan zou ik willen dat je jezelf als antipathiek personage of misschien wel als een briljant iemand. Nou, dat kan je dus ook goed doen, hè? Zet jezelf dan weer als schemen. Dan moet ik eigenlijk in de eerste vier zinnen al iets krijgen. En nu zit je zeg maar op één spoor en daar zit een bepaald vervolg aan. En daar wordt helemaal zeg maar gederailed door dat ene woord. Dat je denkt van, moet ik nou sympathie voor je hebben, voor hoe erg je aan de spiegel aan het turen bent, of was dit de hele tijd al een plannetje dat je aan het smeden bent? Ja, of het is niet waar en ze heeft gewoon een gek rijmwoordje gebruikt, ja. Of het is wel waar, maar dan is het ook meteen een soort overschaduwend begrip in dit lied. Want dan denk je, je bent helemaal niet mee bezig hoe je met jezelf moet leven als je alleen bent, maar je zet dit alweer in een spel waarbij al die andere zinnen manipulatiepogingen zijn om ons te doen geloven dat je dit is wat je nodig hebt, terwijl je eigenlijk aan het schemen bent om niet alleen te zijn. Ja. En dat kan dan wel je spel zijn, maar dat disqualificeert voor een heel groot deel de poëzie of de poëtische kracht weer van het voorgaande. Ja. Dan kunnen we denken van, wat een slim lied. Je gebruikt je liedjes om ons te manipuleren, maar dan kun je weer niet zeggen van, wat een goed lied. Ja. Want dan is het lied een tool en niet een ding op zich. Dit is ook, denk ik weer, dat self-conscious, not self-aware. Ja jongens, hi, ik weet het allemaal, ik ben het probleem. Op een bijna geveinsde manier eigent ze zich dat toe. Ze pretendeert dat ze die zelfbewustzijn heus wel heeft. Van, ik snap echt wel dat jullie hebben het allemaal over mij en ik ben het probleem. En dat weet ik ook echt wel. Dus iedereen zit met thee of koffie in een kring Taylor Swift te bespreken. En is het er allemaal unaniem over eens dat zij het probleem is. Ja. En dat beseft ze zich ook heus wel. Daar zit zo'n projectie in, weet je. Meestal als je dus problemen hebt met anderen, dan is dat helemaal niet communicatie onderling van die mensen. Dat is helemaal niet iets van, ik heb een probleem met haar. Ja, ik ook. Ja, nee, jij bent niet het probleem. Zeg maar dat je de hele tijd denkt dat jij het probleem bent. Ja. Dat is het probleem. Ja. Terwijl er zijn ook mensen die zeg maar over de tongen gaan en waar iedereen het over heeft. Dat zijn mensen als Donald Trump of zo. Dat zijn vaak mensen die dus niet zo heel erg veel last hebben van een zelfbewustzijn wat zo zelfondermijnend is dat ze zichzelf met microcorrecties, die gedragscorrecties op zichzelf toepassen. Ja. Dat zijn mensen die scheid hebben en daardoor over de tongen gaan. Ja. Wat hebben ze nou weer gedaan? Haar zelfbeeld bestaat dus ook alleen maar bij de gratie van haar perceptie van wat anderen denken over haar. Ja, dus ja. Dat is echt zo'n klassieke tienerfout. En dat klinkt heel denigerend, maar dat je vastzit aan dat paradigma waarin je niet kan voorstellen dat er andere mensen om je heen zijn die niet de hele tijd met jou bezig zijn. En dat jij denkt dat jij de enige bent die ergens diep over nadenkt. Ja, als je daar maar lang genoeg vastzit, dan ben je na een tijdje 100% zeker van dat iedereen het alleen maar over jou heeft. En dat jij dat bewustzijn heb je dan in één keer. En dat voelt dan als een soort van prijs. Dus het gaat niet over oud en wijs worden. Het gaat over gewoon onvolwassen blijven. Mensen die iconen worden, die zijn niet zozeer zelf bezig met dat zijn, maar die worden dat in de ogen van anderen. Ja. Een icoon ben je altijd in de ogen van anderen. Als je met mensen gaat praten die
die dat hebben, die icoon zijn, die weten vaak zelf niet precies te articuleren van waarom het dan in zit. Dat is namelijk iets wat anderen geven. Zij lijkt dat om te draaien. Dus zij is eigenlijk veel meer een soort average Joe, maar dan de vrouwelijke variant, een soort average Jane, laten we haar even noemen. Girl next door. Precies. En zij is eigenlijk heel erg wanhopig op zoek naar van hoe word ik een icoon. Ja, dat zij dus heel erg bezig is met die andere mensen, hoe die met elkaar overleggen hebben over haar. En dat is die grootheidswaan die ze ook heeft. Die is ook wel relativeren door te zeggen van ik ben maar gewoon gebleven of zo. En daar zit dus iets heel mafs in haar hoofd, snap je? Maar ze staat zichzelf niet toe om echt te voelen. Precies, want dat is een echtelijke ervaring. En die bestaat niet bij de gratie van je relatie met jezelf of met je fans en je imago. Dat voorbeeldje wat ik net liet zien van Suede. Ik vind dat hij er juist heel goed in slaagt om zich te verplaatsen in haar. En dat volgens mij slaagt hij daarin omdat hij iets van zichzelf in haar legt. Iets wat je allemaal wel kent. Die soort anxiety van wat ga je doen op zaterdagavond of zo. En dan, dus dat hoef je niet man of vrouw voor te zijn. Dat is een soort universele, grootstedelijke ervaring die we allemaal kennen. En dan kan je dat in een personage stoppen. En dan resoneert dat met iets in jou. En dat kun je volgens mij bovengraven, omdat je zelf dan misschien op een avond je ook een beetje zo voelt. En dan iets van je anxiety stop je dan in die tekst en in het personage en dan gaat dat werken. Maar als je dus jezelf helemaal niet die tijd gunt om echt even alleen met jezelf te zijn. Dat is het verschil tussen eenzaam en alleen ofzo. Dus als je deed het als je alleen bent, die mensen in jouw kamer ziet staan, dan heb je ook helemaal niet de tijd. Dan geef je jezelf ook helemaal geen ruimte om aan echte introspectie te doen en daadwerkelijk iets universeels te raken. Precies. Want die echte introspectie gaat voorbij de neurose. Ik vind die manier van formuleren ook zo erg. It's me, hi. Zo, dat vind ik zo Amerikaans, wil ik bijna zeggen. Het is een soort van humor of zo. Zo van, it's me, hi, I'm the problem, yeah. Het is hetzelfde als weer die eerste zin. I've got this thing, you know, I'm sitting. Waar je dus probeert iets quirkies en iets laconieks van te maken. Ik vind dit een soort van prefab humor. Zo van, dit is zo'n soort van formatje van humor die werkt. Eigenlijk is het precies omgekeerd aan het doen. Meteen is ze alleen maar heel krampachtig in de spiegel aan het kijken. In plaats van dat los te laten en gewoon in het zonlicht te kijken. Maar iemand die direct in de zon kijkt, is niet iemand die zegt, ik kijk direct in de zon. Dat is ook die doet dat gewoon. Die kijkt gewoon in de zon. Ja. Die zegt gewoon, als daar directly in de sun. Kijk mij eens in de zon staren. Nee. Wat je ziet is iemand die in de spiegel kijkt. Dus en die zichzelf ziet oefenen hoe ze in de zon kijkt. En dat spiegelbeeld van zichzelf oefenen hoe ze in de zon kijkt. En door dat spiegelbeeld hoeft ze die zon niet aan te kijken. Ze hoeft alleen maar in de spiegel te kijken. Ja. Maar hier maakt ze dus een gekke draai qua perspectief, hè? Mm-hmm. Want volgens mij wil ze hier proberen zichzelf als een anti-held neer te zetten. Wat fans de Taylor twist noemen, volgens mij. Wat is de Taylor? Zo'n perspectief twist. Want het gaat alleen over mij, maar nu denk ik bijvoorbeeld, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Dat ze zich in de schoenen van haar fans positioneert en zegt van, ja, met hoe controversieel ik wel niet ben, moet het wel lastig zijn om nog voor mij... Ze heeft zichzelf geportretteerd en dan in één keer verplaatsen zich in de mensen die van haar houden. Dus die mensen die ook in haar kamer staan. En zegt ze, wat moet het vermoeiend voor jullie zijn om van mij te houden. Terwijl ik deze complexe, emotionele draaien maak en met dit gekonkel bezig ben. Ja. Kijk, een antiheld is ook niet iets wat je over jezelf... Nee, precies. Een antiheld is gewoon een antiheld. Een antiheld gaat niet lopen verkondigen dat hij een antiheld is. Ja. Nee, ik zou niet één zelfverkondigende antiheld kunnen noemen. Nee. Een perfecte antiheld is Don Quixote. Maar Don Quixote denkt dat hij zelf een held is. Dat maakt hem een tragische figuur. Ja. Een dolende ridder. Het mooie aan Don Quixote is dat hij een ridder wil zijn. Terwijl de wereld hem heeft ingehaald. Ja, eigenlijk voor mij zitten er drie soort van premisses waar ik tegenaan bots. Ten eerste dicht zij een slachtofferschap toe aan haar fans. Ze zegt, mijn fans die hebben dat echt zwaar met hun... Liefde voor mij. Die moeten ze op een bepaalde manier verantwoorden. En ik begrijp dat dat heel lastig is. Dan vervolgens dat ze voor haar juichen omdat zij een antiheld is. Maar dat is denk ik helemaal niet waarom zij bejubeld wordt door tieners. Die hebben juist die soort van intimiteit van, ach, zij heeft ook van die tienerproblemen net als ik. Dat is het raakvlak. Niet omdat zij een bad girl is die verkeerd begrepen wordt. En was de derde? Ja, dat ze dus eigenlijk helemaal geen antiheld is. Ook als ik kijk naar wat ik zelf waardeer in antihelden,
dat zou ik mezelf nooit uitleggen als rooting for. Zo van, oh. Ja, ja. Nee, dat is gewoon, ik voel dan een bepaald soort associatieve verwantschap met iemand die aan de ene kant misschien denkt van, ik moet een rol van betekenis spelen. En aan de andere kant struikelend door het leven gaat. En dan denk ik, dat herken ik. Ja. En dan denk ik van, oh wat fijn, dat menselijke element daarvan. Van dat vallen en struikelen. Terwijl ik ook dacht, toen ik tiener was, van ik ga grote dingen doen. En, ja. Oh ja, het leven gaat meer struikelen. Ja. Dus het is helemaal niet vermoeiend om altijd te rooten voor de anti-held. Want dat ben ik niet altijd aan het doen. Dat, dat gebeurt in haar hoofd. Want dat klopt ook dat het in haar hoofd altijd gebeurt. Want zij zit altijd in haar kamer te fantaseren daarover. In haar hoofd zitten die fans altijd zo van, go, go, go. Zo van, en dan zegt ze van, nou, dat moet wel vermoeiend voor jullie zijn. Maar het is gewoon vermoeiend in haar hoofd. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. And I'm a monster on the hill. Je hebt aan de ene kant heb je de sexy babies in het dal. En aan de andere kant heb je de monster op de heuvel. Ja. En dat kun je niet tegelijkertijd zijn. En het een is blijkbaar een outcast. Of het komt als een soort van Godzilla op Tokio. Komt het de vallei der sexy babies in. Ik had er vanmorgen nog met iemand een gesprek over. En diegene zei ook tegen mij van ja, wat ik zo raar vind aan Taylor Swift is dat zij gewoon, ik vergeet dat hoe ze eruit ziet. Terwijl het is niet iemand die, weet je wel, het is geen Lena Dunham die er een ding van maakt hoe ze eruit ziet. Niet om nu heel onaardig te doen over Lena Dunham, ik ben een groot fan van haar. Je ziet nu op haar Instagram dat ze echt zeg maar haar dik worden cultiveert en daarmee speelt en zo. Hè. Dus als Lena Dunham zou zeggen onder zo'n Instagram foto van soms voelt het alsof ik iedereen met seks bezig is, maar ik voel me dan een monster op een heuvel. Dan, bij haar kan ik me zo'n soort grap of zo goed voorstellen. Een ander goed voorbeeld is, hoe heet die, David Brent? Ricky Gervais, die ook echt hele lelijke selfies post op Twitter van zichzelf. Hij zou ook, zeg maar, dit onderschrift kunnen gebruiken. I'm a monster on the hill. Maar bij Taylor Swift denk ik gewoon van, ja, maar volgens mij zit er iets in jouzelf. Dus het is niet, je bent niet een monster, maar je bent niet gewoon niet goed in dat 13 in de zijn-achtige overstijgen. Maar zij vertaalt het in haar hoofd alsof ze een monster op een heuvel is. Maar ze is gewoon inwisselbaar. Er zit zelfs ook iets heel, denk ik ook wel bewust, een soort van seksloosheid in haar, in haar imago. En hier is een soort van in conflict met dat imago of met die perceptie van, ik wil iedereen sexy, maar ik niet. Terwijl dat aan twee kanten denk ik schuurt, want die soort van hele manifestering van jouw imago is niet sexy, maar is zeg maar relatable girl next door. Ja. En waarom ga je jezelf dan toch proberen in iets anders te drukken. Als dat, is het ook weer een soort van bestaan bij de gratie van de perceptie van anderen. Dus ik kan zichzelf zo volgens mij modereren of tweaken dat ze wel gezien wordt als een sexy baby. Volgens mij wil ze dat helemaal niet. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Te groot, te iconisch om echt tijd mee door te brengen. En dan als een soort van gigantische landslide komt zij in haar monster zijn. Komt ze op de stad af. Op de een of andere manier denk ik dat dit dan gaat over haar concrete leven. Dus ze zit in vliegtuigen en ze gaat naar steden en dan gaat ze optreden 2-3 uur voor miljoenen fans over heel de wereld. Slowly lurching towards your favorite city. Dus ik kom bij jou op bezoek, ik kom bij jou langs deze zomer en ik voel een enorme afstand. Ja. Zoiets lees ik er een beetje in. De welwillende lezer in mij zegt bij deze zinnen van oké, hier zit ik het meest. Ja, ik ook. Ja. In de richting van, oh ja, dit begrijp ik. Als het ook weer een lied gaat over één ding. Als dit een schrijfles zou zijn, dan zou ik zeggen, hier zit iets. Weet je wel, dat kan me ook voorstellen zoals de Beatles zich moeten hebben gevoeld in de Beatlemania of zo. Weet je wel. Maar de Beatles gingen dan gewoon I'm the Walrus zingen of Yellow Submarine. Die werden gewoon langzaamaan een soort van gek in hun hoofd. En dat vond ik juist ook weer zo goed aan de Beatles. Die hebben die creativiteit en die gekte om die vertaalslag te maken of zo. Ja, want je kunt natuurlijk, dat is natuurlijk heel lastig, maar die hele gekte die er dan ontstaat, die mania, kun je ook in je kunstenaarschap gebruiken. Ja. Maar de enige manier waarop dat werkt is als je niet door die manie jouw speelveld laat bepalen. Did you hear my covert narcissism, my disguise is altruism. Covert betekent verhuld. Nou, er is niks verhulds aan, dit hele nummer niet. Ja. Voor mijn gevoel verward ze hier een beetje narcisme in de klassieke zin van een compromisloos
opgeblazen zelfbeeld met een solipsisme en een egocentrisme. Ja, dus een soort van hele compromisloze narcist kan ook heel interessant zijn om naar te kijken. Ja. Omdat hoe die in gevecht is met zijn eigen ego. Hier zit meer gewoon dus dat eindeloze spiegelstaren in. Alleen maar met jezelf bezig zijn is heel wat anders dan echt narcistisch zijn. Ja. Like some kind of consciousness. Wederom is dit niet een verhaal zo oud als Methuselam. Wederom is dit een verhaal wat heel erg hoort bij deze gemedialiseerde werkelijkheid. Ja. Zij denkt de hele tijd dat wat het nu is, dat het altijd zo geweest is. En dat dus haar slechte, tussen aanzienlijke eigenschappen, praat ze goed en zeggen van, maar goed, zo is de mens. Dat kennen we allemaal. Maar zij is een kind van deze tijd. Ja. En zij is zo. Meer dan iemand anders in de popcultuur nu. Ja, ja en ja. Zij is als een soort Truman in de Truman Show. Zeg maar, onder dat lampje gegroeid. Ja, klopt. Echt gecultiveerd in de kas. Dat is heel grappig als je haar... Er is nog steeds een soort van moderator die online haar website uit 2003 in leven houdt. En dat is hilarisch. Want als je daar naartoe gaat, dan is het zeg maar Taylor de tiener. En daarin zitten al allemaal van die minuutjes die je dan aan kan klikken. En dan heeft ze al die minuutjes zelf ingesproken. En dan is het allemaal van, hi, it's me. I would really like it if you write something on my blog. Or you want to see my next tour dates? Click on... En dan zie je eigenlijk dat zij gewoon al vanaf haar 14e is zij die soort van bijna parasitaire... symbiose met haar fanbase aangegaan, weet je wel? Dus zij bestaat helemaal voor die fans, maar ook door die fans. En zij kan zich niet meer losmaken van die zelfreferentie, van die perceptie die de hele tijd met haar speelt. En dat is heel grappig dat ze hier dat dan ziet als een narcisme, maar dat is gewoon, zij ligt al, weet ik veel, 15, 16 jaar aan een soort van aandachtsinfuus. Zij is eigenlijk een heel erg uitzonderlijk gewoon iemand. Ja. En wat haar interessant maakt, wat haar zo ontzettend groot heeft gemaakt voor zoveel fans, is dat mensen echt die fantasie hebben. Die zelf, dus ik heb het idee dat haar fans, dat zijn ook allemaal gewone mensen, die ook moeilijk om kunnen gaan met dat gewone. En dan daarmee worstelen. Maar dan krijg je dus ook al die problemen van als dat gewoon zijn aandacht krijgt, dan is het dus geen inhoud. Ja. Dat inhoudsloze van haar, wat er gebracht als van, ik ben gewoon een anti-held. Ja. Maar ze is helemaal geen anti-held. Ze is gewoon een... Ja, ze is gewoon girl next door, die nu in strijd is met girl next door zijn. Ja, die gewoon haar rol niet accepteert. Eigenlijk is zij gewoon congressman. Dus wat zij is altijd hypercorrect. Ze is altijd super op haar electoraat gericht. Ja. En ze bestaat helemaal bij de gratie van dat electoraat. Ja, ze bestaat helemaal... is geboetseerd ten behoeve van dat electoraat. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you leaving. And life will lose all its meaning for the last time. In de pre-chorus mag ze herhaling gebruiken. En ze mag altijd herhaling gebruiken. Maar ik bedoel, ze herhaalt meerdere zinnen. Dus ze heeft een alternatief voor dat scheme. Ze had gewoon in de eerste pre-chorus ook kunnen zeggen... Life will lose all its meaning. En dan hadden we heel dat scheming-probleem niet gehad. Ja. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. Dit moet dan een soort twisted fantasie zijn. In die droom vermoordt haar schoondochter haar voor het geld. Zij denkt dat ze in het testament staat, maar dan wie het laatst lacht, lacht het hardst. Ja. Want zij heeft haar niet in het testament gezet. Luid lachend vanuit de hel zal Taylor Swift dan de laatste lach hebben. Dat wordt hier gezegd. Het is best wel een hele gekke fantasie om in mee te gaan. En het is ook, als het dan heel erg twisted is, is het ook weer niet heel erg twisted of zo. Het is ook best wel weer zo binnen de lijntjes twisted of zo. Ja, een soort van echt twisted is als er een perversiteit in zit. Een echte goede perversiteit die corrompeert iets dat mooi is of dat goed is. Zo'n gangsterfilm, bijvoorbeeld in die Braziliaanse gangsterfilm, Cidade de Deus. Daar zitten na een tijdje dan die straatjongens, die zo'n bende, die dwingen dan zo'n klein jochie om een ander klein jochie dood te schieten. Oh ja, ja dus dat is een hele duister scène. Ja, dat is zo'n gangstertechniek van dirty them up, weet je wel. En daar zit iets heel krachtigs in van het corrumperen van iets onschuldigs en iets liefs en iets kwetsbaars. En dat is voor mij is dat echt dus een beetje de definitie van perversiteit. Ja, dus het corrumperen van iets onschuldigs en iets moois en iets goeds. Maar hier gaat ze al eigenlijk vanuit dat er een premisse is waarin zij een schoondochter en een zoon heeft. Die ze dus blijkbaar
een niet zo goede relatie mee heeft, want die maken haar dood. Maar ze denken tegelijkertijd toch dat ze in het testament staan. Als je iets wil corromperen, moet er iets te corromperen zijn, laat ik het zo zeggen. Het is eigenlijk heel gek om te zeggen van, ik bulder lach vanuit de hel, want ik heb je niet in het testament gezet. Jou niet in het testament zetten is dan slecht. Ja. Maar in het licht van dat zij de moordenaar van jou is, is het alweer niks. Überhaupt niemand in het testament. Als Taylor Swift iemand zou zijn die niemand in het testament zet en gewoon zegt van, ja luister, ik heb allemaal geld verdiend, maar eigenlijk is het mijn raadsel geweest hoe. Ja. Dus ik stuur het allemaal gewoon naar de derde wereld. Op geen enkel niveau kan ik dat rijmen met een soort bulderlach vanuit de hel of zo. Dat ze naar de hel gaat, is ook weer helemaal niet iets wat onderbouwt dat je een anti-held bent. Nee. Don Quixote gaat niet naar de hel. We gaan tot slot nog even naar de videoclip kijken, om te kijken of we daar nog wat inzien. Zij zit in haar eentje in de kamer. De spoken komen. Ze ziet de spoken in de ruimte staan. Ze kruipt gillend achter een tafel of een bankstel. Maar dan staat zij zelf voor de deur. En dan stelt ze zichzelf aan zichzelf voor. It's me, hi. I'm the problem. En de problem is zichzelf die zeg maar komt coke snuiven en drinken. Of althans, een soort nachtelijk feestje komt te hebben met haar. It's me, hi. Dat is ook best wel theatraal aangepakt in de videoclip. De Tyler Durden versie van Taylor Swift staat voor de deur. Ja, maar het is geinig, want als je daar kijkt hoe ze aangekleed zijn, dan is ze dus hier een soort van de sexy versie van 13 in het dozijn als ze eruit ziet in, zeg maar, in het begin. Dat is eigenlijk ook wel weer grappig dat ze een soort van heel erg compactig niet dat 13 in het dozijn meisje wil zijn, maar iemand met een bepaalde diepte of met een bepaalde laag. En dan is zeg maar haar alter één ego, is dat wel? Het verschil tussen degene die aan de deur staat en zij is echt ja, heel, heel klein. Het enige is dat die ene staat zo en dan staat zo. Ja. Maar zeg maar, als je het verschil tussen Tyler Durden en de narrator hebt van Fight Club, dat is heel groot. De narrator is een soort grijze, grauwe, Dat is de 13 in de dozijn. Depressieve man die naar die zeg maar bij het kopieerapparaat staat en dan zie je dat licht zo met die soort zombificatie ervaart en dan is Tyler Durden is dus een gespierde man met blote armen en. En zij doet inderdaad hier alsof er een soort van hele. Alsof er een heel ander iemand binnenkomt. Ja, alsof er zelf binnen. Een soort van heel erg extreem alter ego voor de deur staat. Maar het is gewoon haar met haar los. En bij Tyler Durden, hij is echt een antithese. Hij is echt tegenovergestelde. Ja. En zij is gewoon, zeg maar, een opgedirkt verlengstuk. Ja. Zeg maar, ze hebben twee mensen die allebei van datzelfde dozijn zijn. Ja, en de ene is de eerste en de andere is de dertiende van dat dozijn. Ja. Als ze nu zo'n shotje drinken, dan zou ik zeggen dat de een heeft dan haar zo en de ander heeft het haar zo. Maar voor de rest doen ze ook allebei dit en de ander dit. Of zo. Dus is het gewoon, ze kunnen net zo goed andersom zitten hier. Ik denk dat als je het shot zou spiegelen, dan zou je niet weten dat het die ander is. Of die, weet je wel? En nu de ene heeft zeg maar op een soort van, laten we zeggen, Dionysische manier pret. Want die staat met de gitaar te zwiepen en te zwaaien. En die andere heeft op een soort van girly, quirky manier pret. Maar eigenlijk zijn ze allebei min of meer hetzelfde. Ja, in hetzelfde brave kadertje, zeg maar, een soort van wilde avond dat hebben ook weer. Hè? Ja, dit is ook haar interpretatie van een wilde avond. Inderdaad, een gitaarstuk slaan waar ze eigenlijk op hoort te spelen. Dus want dit is een beetje hoe ver haar fantasie gaat van dat in een overtreffende trap. De eerste wijze les van Tyler Durden Swift. Je zal door iedereen verraden worden. Everybody will betray you. Maar we hebben net gezien dat dat helemaal niet zo is. Zij is bij uitstek iemand die zou moeten inzien dat zij alles wat zij heeft dankt aan haar verfijnde tot in de puntjes georganiseerde interactie met haar miljoenen fans. Ja. Die haar niet verraden, sterker nog, die zichzelf in haar zien. Ja. Die haar tot in het absurde adoreren. Dus wie verraadt haar dan? Zij verraadt zichzelf. Ja. En dat klopt ook, want degene die door wie ze verraden wordt, is zichzelf die als een soort fantoom haar probeert aan te praten dat iedereen haar zal verraden. Ja, 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 dus ze kan zichzelf niet vertrouwen. Nee. Maar ze kan het niet zien. Nee. En dat is ook geinig dat zeg maar, Tyler Durden opent soort van de ogen van een soort van nihilistische manier van, kijk, niks doet ertoe. Whatever, weet je, spullen, fucking hell, waar heb je dat allemaal voor nodig? En zij doet het eigenlijk exact het omgekeerde. Zij ze doet, van alles doet ertoe en iedereen is tegen jou. Ja. Zij, in plaats van dat ze een soort van alter ego, dat zwaarte wegneemt van, oké, ja, dat is een soort van interessante stem om naar te luisteren. Is dit de stem die zij projecteert, maar die is niet echt. En dan zijn we er doorheen.
Kunnen we iets samenvattends zeggen over dit lied? Eigenlijk is Taylor echt bezeten van een, maniacale introspectiedrift. Ja, dus zij voelt een vereenzaming ten opzichte van de mensen om haar heen, van haar fans. En daarin komt ze tot de conclusie van: iedereen is het erover eens dat ik het probleem ben. Ik ben de anti-held. Dat is haar conclusie. Ja. Maar eigenlijk is dat een valse conclusie, omdat haar zogenaamde anti-held zijn en haar narcisme is gewoon iemand die heel erg solipsistisch op een tienerachtige manier in de spiegel staat en zich focust op dingen die eigenlijk helemaal niet te doen en daardoor de illusie heeft dat andere mensen dat ook de hele tijd doen met haar. Dat de hele mensen de hele tijd naar haar aan het kijken zijn, aan het veroordelen zijn. En die projectie, daar kan ze zich niet van los van maken. En dan komt ze tot de conclusie dat van, oh ja, ik snap wel dat jullie allemaal zo vermoeid hebben om nog voor mij te zijn, want ik ben de anti-held. Zij is dus alleen maar op zoek naar iets wat er niet is, om te voldoen aan een beeld dat niet bestaat, dat ze samen met haar soort van fans denkt te creëren. Dus er zit de hele tijd een soort van spraakverwarring in die perceptie. Zij denkt dat iedereen heeft dat voor haar juicht omdat ze een anti-held is, maar dat is ze niet. En mensen juichen niet voor een anti-held. It's me.